We zijn bij Verstijne Trucks en hier vindt vandaag de keuring plaats. Eigenlijk de pre-keuring voor alle deelnemers uit Nederland en Vlaanderen voor de Morocco Desert Challenge. En hier worden vandaag ongeveer 110 voertuigen gekeurd. Administratief, in de burelen en dan daar in de ruimte achter mij worden de voertuigen technisch gekeurd. Ja, we hebben super veel zin in. Als je dan hier iedereen alles weer bij elkaar ziet staan, en dan begint het toch wel te kriebelen. En nou lijkt het of dat we morgen gaan starten, maar we moeten nog een paar weken wachten. Dus maar echt super veel zin in. Nou, de mooiste momenten zijn als je niemand voor, niemand achter je hebt. En je kunt toch ook eigenlijk wel een beetje doorrijden. Dat is wel dat is het mooiste van het hele spelletje. Ja, we hebben er top zin in. Nieuw team, we hebben de auto weer helemaal geprepareerd. Dus we zijn er klaar voor. Natuurlijk, na zo'n Dakar die ik afgelopen jaar heb meegemaakt, heb ik wel echt zin om nou echt mee te gaan maken. Dus ik kijk wel naar uit Marokko de duin in te gaan. Ja. Heel veel zin in. Er zijn 434 Nederlanders die meegaan op de rally. En ik denk nog een 140 Vlamingen. Dus drie keer zoveel Nederlanders dan dat de Vlamingen meegaan. Ja, dat is geweldig, hè? Dat je uit eigen streek eigenlijk zoveel deelnemers hebt. Ja, dat is plezant. Dat is plezant. Ja.